Hartelijk welkom. U mag bij de microfoon pakken een beetje mijn kant opkomen. Gefeliciteerd met een mooi collegewerkprogramma. Ik zie overal stralende gezichten. Dus volgens mij zijn veel mensen het eens. Het is ook een mooi document. Het is een prachtig document. En daar gaan we natuurlijk ook zeker vragen over stellen. Wat is het mooiste van het document? Wat is nou echt een stuk waarvan je zegt, nou, lokaal liberaal kun je hier gewoon in lezen? De nieuwe bestuurstijl. Ja. Iedereen die heb ik nu drie keer voorbij horen komen. En nu wil ik ook graag echt het concrete voorbeeld. Kan ik je vertellen, de één team gedachte. We willen allemaal hetzelfde. Een mooie gemeente, zo niet de mooiste gemeente. We willen tevreden inwoners. Wie willen dat? De organisatie, het college, de raad en de inwoners. We zijn allemaal tot hetzelfde team. Ja. En ik hoop dat dat vanavond tot uiting komt. Ja, ik hoop het ook, want dat wordt namelijk heel vaak gezegd. En ik ben vol ambitie en ik hoop dat het echt ook gebeurt. Dat is echt voor ons allemaal heel absoluut, goed. Absoluut, maar dat is ook een uitgangspunt van ons. En daar zijn we ook gewoon dagelijks mee bezig. Ja. En wat is voor u het mooiste punt van het collegewerkprogramma? Ja, dat vind ik ook dat we hele mooie ambities hebben neergezet. En dat we niet meteen vragen om heel veel geld om daar uiting aan te geven. Maar dat we zoeken naar oplossingen om dat allemaal mogelijk te maken. Ja. Dat vind ik gewoon mooi. Nou heb ik de ambities gelezen en dan ben ik gewoon een burger. Ik kan best wel wat lezen. Ik las de ambities, ik heb ze best een paar keer gelezen. En toen dacht ik, wat staat hier nou toch? Nee, maar kijk, en dat is juist het mooie. Wat staat hier nog? Er staan doelen in. Dit willen we gaan bereiken. De manier waarop. En daar gaan we met z'n allen voor zitten. Het is niet zo als in het verleden. U weet, ik draai al 20 jaar mee in het bestuur, in de politiek. Heel vaak was het zo dat collegeprogramma's, die waren dichtgetimmerd. We gaan dat 4 jaar zo doen. Nou, dan had je op een gegeven moment, zou je het gevoel kunnen hebben als raadslid, we hadden de raad ook schriftelijk af kunnen doen, want immers alles is al vastgelegd. Nee, wij leggen niets vast. Ja, we leggen een aantal kaders vast. Maar de doelen, die zouden voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Hoe ga je daar naartoe? Daar gaan we het steeds over hebben. En dat is een team effort. Ja, wat had het CDA graag in willen hebben wat er niet in is gekomen? Dat is een hele lastige vraag. Weet jij het nog? Ja, ik weet dat wel. Maar u moet wel begrijpen. Hetty is niet meer de wethouder van het CDA. En ik ben niet de wethouder van lokaal liberaal. Wij zijn nu de wethouders voor de hele raad. Nee, dat snap ik. En dus die vraag is eigenlijk niet helemaal terecht. Die zouden wij nooit in alle eerlijkheid kunnen beantwoorden. Dan zou de fractievoorzitters van ik vind het juist zo mooi dat via dit college werkprogramma wij echt aan het werk gezet worden. En niet alleen door onze eigen fracties, maar ook door de fracties van de oppositie. We doen het gewoon echt samen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ik hoop dat er vanavond ook unaniem men achter het college werkprogramma gaat staan. Want dat betekent dat we eindelijk echt aan de slag kunnen gaan om de beleidsplannen te maken. En daar hebben we hun ook weer keihard voor nodig. Ja. Wat vond u het meest opvallende uit de gesprekken met de fracties? De bereidheid uiteraard om te praten. En ook dat ze het enorm waarderen dat er gepraat wordt. En daarna ook nog eens dat er een flink aantal punten per partij gewoon nog extra opgenomen zijn in het college werkprogramma. En dat is de grote winst. We hebben natuurlijk nu in deze periode een heel nieuw college. 19 nieuwe raadsleden. Als er ooit een kans is om de bestuurscultuur beter te maken en te verbeteren, dan hebben we die nu in. Dan moeten we met z'n allen keihard aan blijven werken. Ja. Dan zijn er toch nog veel amendementen en moties. Had je ook kunnen voorstellen dat er veel minder zouden zijn geweest door die gesprekken. Valt het dan tegen? Ik denk dat het juist komt door de gesprekken, want daardoor hebben we mensen de gelegenheid gegeven om iets aan te leveren. Dat proberen wij dan vervolgens een plekje te geven en te verwoorden. En dat doen we dan net niet op de manier die ze graag zien, denk ik. En daar willen ze dan graag nog weer een wijziging of een aanvulling op. En dat mag natuurlijk. En de grote winst, als ik daar aan mag aanvullen, is dat in het verleden een aantal partijen kwamen met moties. Nu komen bijna alle partijen die gaan meedebatteren, meedenken. En dat betekent gewoon dat je met z'n allen werkt aan datzelfde doel. Namelijk die mooie gemeente. Namelijk die tevreden inwoners. Ja. En even een uitleg voor de kiezers. Een college werkprogramma, dat maakt het college. Ja. Maar daarna is het eigenlijk de opdracht voor het college. Dus dat lijkt een beetje vreemd dat dan je eigen opdracht. Dat is niet zo, maar hoe kunt u dat uitleggen? Het wordt opgehangen aan onze ambities natuurlijk. Het coalitieakkoord, dat is de basis. Daarin hebben wij afspraken gemaakt als college. En dat is de basis voor het college werkprogramma. En dat wordt dan hoop ik gedragen door vele andere partijen ook. Ja. U wil dat iedereen meedoet in de gemeente Stichtsevecht? En er zijn er ook altijd wel mensen die helemaal niet mee willen doen. Die zeggen, ik zou wel wat geld willen hebben, maar ik wil gewoon niet meedoen. Gaat u dan optreden? Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. U wilde iedereen meedoen in de samenleving? Nee, ik hoop dat elke politieke partij. Nee, maar ook bij elke inwoner. Er wordt echt gezegd, mensen die niet mee kunnen komen, die gaan we helpen om mee te doen. Dus iedereen moet zeg maar zijn steentje bijdragen. Ja. Maar er zijn ook altijd een doelgroep mensen die zegt, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind het prima dat ik wat geld heb, maar ik wil niet mee. Er is een groot verschil, dit college vindt, er is een groot verschil tussen niet willen en niet kunnen. Ja.
Degenen die niet kunnen, niet willen, niet kunnen, daar gaan we voor zorgen. Maar degenen die niet willen, die gaan we misschien een handje helpen. Ja, en ik vroeg me af dat handje helpen, wat is dat handje helpen? Dat klinkt veel. Dat gaat u de komende 4 jaar zien, want daar hebben wij echt wel uitgesproken ideeën over. Alleen laten we eerst nou dit college werkprogramma goedgekeurd krijgen. Ja. En dan gaan wij vanzelf, met alle doelstellingen die we hier in dit programma hebben neergelegd, komen wij vanzelf met de voorstellen. En dan gaan we zien of de raad daarachter gaat staan. Ja, want die helderheid hebben we nodig. Nou, dat gaan we ook zeker krijgen. Ik ga afsluiten naar de volgende gast. Ik dank u, ik hoop dat het goed wordt gekeurd en dan krijgt u een heel mooie opdracht. Oké, dankjewel, dag.